Goedemorgen, daar ben ik weer. Gisteren hebben jullie een video kunnen zien waarin ik een ontbijt maakte met yoghurt, muesli en wat fruit. En ook een klein beetje honing. En ik wil jullie vandaag eigenlijk gaan uitleggen waarom ik die keuzes heb gemaakt en waarom dat dan eigenlijk gezond is. Want ik geloof als je weet waarom iets werkt, dat het makkelijk vol te houden is. Goed, laten we beginnen met de yoghurt. Ik heb gekozen voor volle yoghurt in plaats van magere yoghurt of kwark. En vaak krijg ik die vraag ook van, ja, waarom moet dat eigenlijk? Nou ja, niks moet, je mag alle varianten kiezen. Alleen het verschil met volle yoghurt en magere yoghurt zijn de voedingsstoffen die erin zitten. In magere yoghurt zijn veel vetten eruit gehaald. En juist die vetten zijn heel belangrijk voor jouw gezondheid. In elke cel in ons lichaam is opgebouwd uit vet. En juist de vetten uit dat soort natuurlijke producten, die hebben we nodig. Een ander verschil is de verzadiging. Kies jij voor volle producten, maar ook volkoren producten zoals volkoren brood, etc., zul je langer verzadigd blijven en minder snel honger krijgen, waardoor het ontbijt in dit geval gewoon iets meer invloed heeft en ervoor zorgt dat jij minder snel honger krijgt en dus ook minder snel gaat snaaien. Goed, en waarom dan geen kwark? Nou, kwark bevat caseïne. En caseïne is een eiwit dat heel langzaam wordt opgenomen. Eigenlijk is kwark dus heel goed voor in de avond, maar in de ochtend heb je liever iets wat snel wordt opgenomen en snel in het lichaam wordt verteerd. Goed. Muesli. Heel vaak krijg ik de vraag, mag het een krusli zijn? Nou ja, nogmaals, het mag van mij, maar ik zou aanraden om muesli te kiezen en dan zeker een naturel variant, volkoren muesli. Want in krusli zit heel vaak, of eigenlijk altijd, suiker toegevoegd. En juist het krokante van muesli komt door de suiker. Nou, wat wil je eigenlijk niet? Die toegevoegde suikers, want die haal je al uit het fruit en uit de honing. En dan komen we eigenlijk, dat is een mooi bruggetje, want dan komen we direct op de honing. Waarom dan wel honing en niet krusli voor de suikers? Omdat honing zit er toch nog wel wat meer voedingsstoffen. Je zou het niet zeggen, maar als je echt puur natuur honing hebt, dan zitten er zelfs nog vezels in en vitamines. Maar wat je ook wil met een ontbijt, is dat je zo snel mogelijk opstart. En daarom is muesli voor de langzame koolhydraten en het fruit en de honing voor de snelle koolhydraten. Zodat jouw ontbijt direct effect heeft, maar ook na een aantal uur nog energie oplevert. Daarnaast is een ontbijt met yoghurt, muesli en fruit bevat eigenlijk alle voedingsstoffen die je nodig hebt. Eiwit uit de yoghurt, koolhydraten uit de fruit en uit de honing. En de vetten komen ook uit de yoghurt. Maar die kunnen ook uit noten komen wanneer jij hebt gekozen voor wat noten. Ik hoop jullie iets bijgebracht te hebben. En maandag komt er een nieuwe kookvideo online en zal ik ook weer een uitleg bijgeven. Eet smakelijk!